Ja, kon ik het proberen van het voor mij onmogelijke te doen, namelijk het niet te lang te trekken. Maar ik wil het ook niet laten wachten, want dat is zo rap in de, ze noemen dat in Amerika de news cycle, hè, dus als er door iets achter de week is, is iets heel langs vergeten. En hier, is het korter, is het langer? Ik weet het niet, ik probeer zo weinig mogelijk nog het nieuws te kijken, want het is ook zeven. Het is ook leugens, framing, verdrooiingen. En vooral verzwiegen van oh, wat dat zou kunnen relevant zijn om je gedachten erover te maken. Hè. Maar enfin, ik ben alweer bezig. Hè. Dus nu, wat hebben we vanochtend gehoord? De Trump is weer het dul. Het is eigenlijk niet juist wat ik zeg. Het begint met Macron. Macronneke. Ik weet niet wat ik van dat vindje moet pezen. Want er schelt daar ergens het wat dan. Hè. Maar goed, hè. Dat is zo eindelijk of dat ze... een van de eerste mensen dat ze met een 3D-printer in mijn koor gevoeld hebben om door, ja, populair te zijn, beloftes te doen. De Franse versie van Trump, maar lichter. Doe. En ze zien de vrije quote omdat op de National Rifle Association, dat is de wapenlobby in Amerika, heeft een Trump door een van zijn typische nummertjes heb gevoerd. Je weet, je vertaalt die voor ieder publiek wat anders. Voor hun de rand te stonen en hun de stemmen te aan. Je is zot. Je is echt verslaafd aan bewonderingen en applaus. En je bewondert ze zelf boven motors zelf. En je zegt ook. Je zegt, I'm a genius, zegt hij. Hey, I'm a very stable genius. En al van die dingen. Dus hier nu moet ik goed luisteren, want met al dat zeven van mij zul je nog beginnen vergeten wat dat de kern van de zaak is. Scoren dat in het nieuws ook niet de kern van de zaak. Ze vertalen erover de ruzie. Hé. Ze hebben weer een schoon verhaaltje van zwart en wit. De een zegt dit en de een zegt dat. Het is tegen elkaar. Hé. En de die en dat zegt. En de die is ook wordt en de die is ook wordt. Maar over hoe zit het nu eigenlijk? Wat is er nu eigenlijk gebeurd? De kern van de zaak is vrij simpel. Vrij simpel. Het is daarom dat ze het niet gaan zeggen, want het zou dan direct gepasseerd zijn. Hé. Ze moeten dat kunnen uitspinnen en de kijkcijfers en zo. Wat zegt Trump? Oh, zegt hij. In de tit in de Bataclan, je weet wat, die zolledoen dat er ook terroristische aanslagen gepleegd zijn. Dezelfde moment van Charlie Hebdo enzovoort in Parijs. Achter dat een bediende, hé, een zaalwachter of zo, of zelfs iemand in de zalen, hé, een klant, een cliënt, een geware had hij, zegt hij. Dan had dat er allemaal niet gebeurd. Toen had ze door weggelopen of doorgeschoten geweest. Die terroristen. Hè. Bezen dat Trump nog langer naar school gaan mogen gaan voordat hij weet wat dat een... Hoe lust hij, Trumpie? Oh, nou, lust hij maar. Een zelfmoordterrorist is. Een zelfmoord... Hoeveel zelfmoordterroristen zijn er al weggelopen omdat er een begon te schieten zelfs. Dat bestond niet. Dus dat zit in hun programma ingebouwd. Dat is een soort van suicide by police, noemen ze dat in Amerika. Dus die mensen stonden dat meer dan één mogen gestoken. Eén is natuurlijk heel belachelijk. Hé. Eén die terecht is tot en zegt, als ze begint te schieten, want ik moet dat een keer proberen in een vulle zolle. Je hebt al veel kansen, als je geen specialist ziet, ga je al zeker missen. Hé? En dan zijn de anderen nog dolder en beginnen nog meer te schieten. En zelfs een specialist zou waarschijnlijk zeggen, ja, hé, ik zoek een meisje raak om over zich te zijn. Maar een Trump natuurlijk niet. Een Trump is in feite de nieuwe versie van cowboy Ronald Reagan. Poef, pof. Het schijnt dat hij het zelfs zo ver gedreven had, ik moet kijken of ik het niet eraf vind op YouTube, dat hij dus dat heel het verhaal uiteen deed van poef, poef, en dat hij de beweging bemakte, zo, van, omdat hij aan het schieten was. Dus die onnozeloren, die achterlijke onnozeloren, bewaard, en natuurlijk met al de gun-ho zotten die er rondlopen, en die wapens wel verkopen, maar nou, het is een religie voor hun de wapens. Er ook nog wel wat over te zeggen, maar in dit geval moet je toch duidelijk staan, zotte Trump weet niet bij benoderingen wat dat een zelfmoordterrorist is. Ze moord Poetin, ja, moord, weet het niet,
Je zou dan beter een keer uitleggen wat dat er in een andere zaal gebeurd is met die Tsjetsjenen. Ze zijn dan met een getrainde bende de boel te moeten proberen te bevrienden. Het worden aan alle kanten verschrikkelijk veel doden. Dus dat hij niet open van de getrainde soldaten hebt te zetten op dat moment. Hè. Als er nou een 10 of 100 in de zolen kwam, die mensen worden, zaten met explosieven op hun en noem maar op. Maar Trump zegt, als er nog één met de gewaren zou zitten, zelfmoordterrorist, verstoor je dan niet wat dat is? Dan zijn die dat komt, niet met de bedoelingen van weg te lopen, maar van dood te zijn. Van er zoveel mogelijk sensatie van te maken en aandacht voor zijn zaken. En Allah weet ik veel wel misschien nog ook. En ze gedacht, maar je kan die mensen niet wegjagen. Maar je onnozele zeven of wat er doorheen met de gewaren zou zijn, en ik zo. Een bloze, een dwoze bloze. Maar zagen ze er wat van? Heb je dat oordeel op de VRT of de Radio 1? Dat te absurd is voor dood te doen, wat dat die bewaart? Nee, het is ruzie. Het is ruzie tussen Macron en wie is de andere? Ah ja, Trump. Ja, die twee. Twee zotjes in een of andere theater. En we gaan nu een beetje vertalen over hoeveel is daar zo wat geweren geschoten naar mijn woorden over die zaken. Groot incident. Is dat eigenlijk zo moeten zijn? Trump is zot. Trump vertaalt tot dingen die aan hun kant te verdedigen zijn, die zeer verzin. Ah ja, en natuurlijk dan de die van Frankrijk ton quote zijn. Natuurlijk, ze maken er ook een operette van. Elk speelt voor zijn eigen galerie. Maar de kern is weg. De kern is verloren gewoon. Trump zegt, zet er één en ze lopen weg. Of ze schieten ze dood, of ze zijn doodgeschoten. Kan niet. Die zelfmoordterroristen. Steenezel. Allee, ik heb het nog een keer gezegd. Hoe zit dat hier?